Natuurlijk, om de voetbalplezier te hebben, moet je veel minuten maken. En maar langs de andere kant, ik voel me hier echt wel goed. In het moderne voetbal het heel moeilijk vindt om met twee nogal diepe spitsen te spelen, om die evenwicht in de ploeg te houden. En ik versta hem daar volledig in wat zijn visie daarop is. Dus, goede relatie, dus we zijn goede collega's, denk ik. Dus. Anderlecht is altijd op zoek naar nieuwe spelers en veel concurrentie voor de andere spelers. Dus. Ik denk als ik een heel seizoen kan spelen, elke match, dan ga ik wel altijd redelijk dicht tegen een topschutterstitel zal zijn. Nu is het vooral concentreren op playoffs en we zien wel op het eind van het seizoen wat er gebeurt. En dan pas kunnen we daarover praten. Maar, iedereen bij iedereen babbelen, lachen. Ja. Dus sowieso komt sfeer met resultaten ook. Dus als de resultaten goed zijn, is de sfeer ook wel goed natuurlijk. Als je daar kunt bij zijn bij de nationale ploeg, is het perfect, is het super. En als je kunt spelen, is het nog beter. Uiteindelijk, ja, het zijn de beste van het land. Dat is volgens mij van de topverdedigers van heel Europa of van heel de wereld.